Nou, wij zijn in Elburg. En als het goed is, staat de auto klaar om mee gereden te worden vandaag. Ja, is wel tof. Hij is wel tof. Vind je hem niet cool? Nou, inclusief kip. Ja, dit is leuk om mee te rijden. Ik ben benieuwd. Job heeft hem uitgekozen voor vandaag. Dus dat is echt wel cool om te proberen. Nou? Nou? Wat is je eerste indruk? Mooie auto. Echt hè? Ja. Gaan we wel weg? Ik wou nog even wat laten zien, maar dan moet ik even kijken waar het zit. ik kan het nog niet vinden. Er zijn zoveel knopjes. En dat moeten we even aan wennen, denk ik. Dat is één heel leuk knopje. Wat is dit dan? Parkeren. Ja, dat is een deze misschien? Nee, want dat is voor de sport. Oh, de wind blies door mijn haar. Oké, één ding is zeker. Dit is echt wel een toffe auto. BMW Z4. Thanks, Nostalgico. Oké, ik ga nu instappen. Ik ben benieuwd. Joppe neemt me mee. En ik heb geen idee waar we heen gaan. Dus we zullen zien. Ik neem jullie vandaag mee. Wat is je eerste indruk? Leuke auto. Ja, bevalt me wel goed. Ja? Ja. Wat zijn de pluspunten? Het dak natuurlijk. Het is wel heel leuk dat het dak gewoon naar beneden kan. Nou, als ik daar gelijk op in mag haken. Ik vind het leukste dat je ook gewoon de auto instapt. En dan heel veel knopjes ziet. En dan eerst gaat kijken van wat zit waar. Dus dat je denkt, oké, ik weet dat het dak naar beneden kan. Maar waar zit het knopje? Dat het dak naar beneden kan. Dus het is echt te zoeken en te neus om te zien waar die zit. Uiteindelijk gevonden, hè? Dus dat is hartstikke goed. Die knopjes zijn ook het meest gesleten. Ja, die knopjes zijn wel het meest gesleten, ja. Ja, dat gaat heel vlot, denk ik, hè? Ja, iedereen dat. Ja. En verder? Qua vermogen vind ik het ook leuk. Je hebt natuurlijk een normale modus, een sportmodus en een sportplus modus. En wat voor motor ligt erin? Ligt een volgens de cijfer van Matteo ligt een 2,3 V6 in. Maar ik heb even nagekeken bij het RDW kenteken. RDW, wat is RDW? RDW is die de auto's keurt. Oh ja, dat is Nederland. Ja, RDW Nederlands. Ja. Ja? Die zeggen dat er een 2,5 liter V6 in zit. Maar in ieder geval 205 pk. Dat is best wat. Dus het zuigt wel,
maar het is wel leuk. Oké, okay, en waar rijden we nu? We rijden, even kijken, richting Apeldoorn. Richting Apeldoorn, ja. Midden door de bossen, niemand te bekennen hier. Af en toe wat regen, maar dat maakt niet uit. We hebben ook wel zon gehad, hè? Ja, dat ook wel. Dus dat het in één keer van de hoosbui in één keer naar weer de zon gaat, dus dat is echt prima. Maar goed. Kijk of we vandaag nog een momentje kunnen vinden om het dak naar beneden te doen. Ja. Top? Ja, dat is zeker. Is druk. Hier links al zo'n rare kerel. Mag je hierin? Ja, tuurlijk. Maar die zwarte auto daar, witte auto. Jazeker. Jij? Ja, ik heb een hele mooie plek om afspreken en met Yvonne Koch sluiten dan met de planning kan. Kunnen we nog steeds? Ja. Job die gaat toch het dak even naar beneden doen. En ik vind dat zo ongemakkelijk. Want het is wel droog, duh. Maar er zijn wel wat wolken en net was de zon er. Dus we gaan een poging doen. Het is wel grappig. Oh, het is wel tof. Rechts. Ga gewoon rechts. Kijk, want dat is Ede. Ja. Ja, het is wel grappig. Met de haren. Oh, niet met de wind in je haren. Met de wind in je haren. Woehoe. Zie je hem glunderen? Heel veel mensen denken nu, dus ik denk het ook eigenlijk altijd, als ik dus mensen in een cabrio zie rijden, dat je denkt, de zon schijnt niet eens, waarom moet dat dak open? Maar toch, als je een cabrio hebt en je kan het, zeg maar, ja, dan moet je het eigenlijk gewoon doen wanneer je een kans hebt om dat dak naar beneden te doen. Dat is zo grappig, hè? Vind je het niet? Ja, ja. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. Pluspuntje. Heb je ook een navigatie aanstaan? Nee, maar je kan ook vandaan. Langs de weg. En we zijn bij de heide. Het dak is naar beneden van de auto. En het is wel echt heel tof hoor. Dus ik ga het je even laten zien. Het is echt wel... Moet kijken joh, wat een mooi ding.
is toch tof? Ben je blij? Hubby? Jazeker. Ja, ben je blij? Ja. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Er zijn twee mensen blij vandaag. Oké, we zijn er weer. Nou, inmiddels schijnt de zon. We hebben het laatste stukje toch nog maar met het dak open gereden. Ik vond het echt super gaaf. Echt een toffe ervaring. En nou ja, Job die heeft de hele dag gelachen en alleen maar gezegd dat hij enthousiast is. Dus dat is super, super leuk. Ja, ik ben wel een beetje gaar van het natuurlijk zoveel auto rijden. Maar ja, we zijn echt wel dolgelukkig en de auto is wel goedgekeurd. Hoi, helemaal vergeten om de video af te sluiten van onze autorit. De uiteindelijke beoordeling. Job en ik waren allebei heel erg enthousiast. Nostalgiecode, communicatie is goed gegaan. Ruime keus, assortiment aan auto's. En uiteindelijke BMW die we mee mochten nemen was echt super leuk. Toffe auto's, natuurlijk een normale auto waar wij anders nooit in rijden. Dus ja, we waren allebei echt heel erg enthousiast. Ik hoop dat je de video leuk vond. En wellicht tot de volgende keer. Doeg!